Haal hem weg, vermoord hem. De pest. Ik las iets over perhaps feed the pig with a key. Moet ik even lezen? Bleh. And I need to remind you of what Angel, perhaps feed the key to a pig to prevent one of your rest. Oké, dus ik moet dit ding slachten. Oppersnijden. Zou het? Kom, snij het varken open. Bleh. Werkt dat niet zo? Ah. Jammer. Aan de kant. Oh. Rebel. Nou. Dus de varken... heeft een sleutel opgegeten. Denk ik. Als dit varkentje nou... verbrandde dan. Komt er dan een sleutel uit? Ah, denk het niet. Snij het varkentje. Kom. Op tafel. Kom, varkentje, kom. Dat weet ik niet. Je hebt gewoon van die items, toch? Ja, nee. Niet echt. Ik heb die linker gewoon. Oké, een hamer. Gaan een hamer van. Gewoon met een hamer in zijn face. Oh, there is nothing inside the pig. Oh, nou, dat heeft ook geen zin. Dus dat die sleutel had gevoerd aan een big is gewoon een grote leugen. Maar je moet naar waar je net was. Er zat toch een monster in, of niet? Er zat een big. Ja, dat weet ik. Namen. Mijn sanity is laag. Ga de kamer dan uit. Ik kan één keer meer hakken. Welke? Dat weet ik wel, één keer. Ik kan het, dat vind ik echt naar. Waarom kan ik me... Heb ik geen sanity potion trouwens? Nee. En dan een link item? Of een gebruiker? Dat bij die andere. There's nothing inside the pig. Ah, doe niet zo spacey. Deze had een sleutel. Oh, snel uit het vieze gekrijs, man. Shamig. Het is echt een naar kutgeluid, hè? Nu is wel alles dood. Ish. Had ik ook weer een sleutel voor nodig? Oh, hier was een deur, hè? Hallo?
Eerlijk gezegd durf ik niet meer verder. Ik vond die big al niet leuk. Oh nee, komt nu dat water? Of een zombie? Oké. Dat vind ik zo niet leuk. Man, they angry. En nu? Doorlopen? Locked, oké. Sleutel? Sleutel? You have key? You no have key? No. Oh! Kijk nou. Hoi jol. I bear my existence in this place as a curse, but I have not lost hope. My body is flagging, and my mind is increasingly prone to despair. Waarom wordt deze wel voorgelezen? Many obstacles that have seemed insurmountable, but events that make me believe I'm not alone down here steal my resolve. I must remember, when things seem hopeless, to look to powers and explanations beyond myself. Place the sigh for, trouwens. As I enter this chamber, the door behind me shut and locked. The door on the opposite end of the chamber was also locked, and no amount of force seemed able to budge either of them. I attempted every conceivable method of opening the door. I tried to pick the lock with shards of stone, I threw heavy objects at the door, and I ran my shoulder into it dozens of times. Despair overwhelmed me, and I sat down in lament. Then, the key required to open the far door fell from above, as though God had shown pity upon me. I know that this key opens the door which will lead to the castle's entrance hall. And beyond this entrance hall lies the chapel, where I may escape this place and transcend this nightmare. Oké. Dat is dus wat ik nodig heb. En hoe kom ik daar? Hoe kom ik daarbij? Ik kan hier rechts. Huh? Je moet zo op de rommel lopen. Hier een muur. Hey. Nou, dat zie ik niet genoeg. Ik moet wel mijn lantaarn gebruiken. Dat is een beetje jammer. Zo hard viel ik niet. Kom op, ik viel van dit stukje. Niet gaan huilen hoor. Ik weet niet hoe ik daar kom. Nou, kom op. Jongen. Ligt hij niet dan hier ergens of zo? Hier. Nog meer hoofden die ik kon gooien? Misschien die steen omhoog gooien. Ha! Ha! Ik ben slim. Kan ik nu escapen? Een muziekje doet me maar niks. Ah, olie is bijna op. Ah, maar ik zie echt helemaal niks als ik dat niet aanzet. Nee. Entrance Hall.
hoop dat ik er nu gewoon uit kan, sowieso. Jesus. Geen, ho? Oh, het schijnt dat ik ook niks meer kan gebruiken, dus... Ik heb geen keus, maar... wat gebeurt er? Wat? Alles staat in de fik. En nu? Was dit het? Kom op, guy. Oh. My intuition seems to have forsaken me. The once compassionate Hayakawa has abdicated. I am alone here, and I am no help to myself. For an eternity, I have now labored in this labyrinthian castle, tracking over already crossed regions countless times. I feel I cannot rely on my mind for sound reasoning. I occasionally have lapses in consciousness which make me feel as though I am regressing into darker, colder worlds, even lonelier than my current location. I cannot hope for the god that was once so benevolent to assist me, and now seems certain that I cannot escape. No. Maar ik wil wel weg. Fuck, ik kom hier gewoon uit. Fuck dat. Ik ga niet voor all eternity hier zitten. Ga weg, stoel. Niks. Kan ik nu wel weer... Ah, fuck. Dus ik zit hier wel vast. Ah. Zo. Maar... Wat? 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 Ik heb een stoel voor me. Ik hoor hem. What the fuck, man? Als ik ga lopen, ben ik dood waarschijnlijk. Het is gewoon een lopende stoel, man. Is dat hem? Niet. Ik zie hem niet. Ik hoor hem nu overal. Fuckt het spel nog gewoon met me of... Oh, te vaak. Ik heb geen idee waar ik heen moet rennen. Leave me alone. Oh god, en ik kan hier geen kant... Oh, jawel. Au. Oh. Ik wil niet meer. Mini hartverzakking. Wat? Daar! Ik is nu weer waar ik heen moest. Nou...